en Piet hebben de koffers gepakt voor een romantische trip naar Hannover, hoofdstad van de Duitse deelstaat Neder-Saxen. Oh, wauw. Wat een uitzicht. Super. Dat is natuurlijk super, hè? Oh, hey. Wow. We kunnen nog met een tweeboot op de duur. Ja. Fontein, hoor. Nou, dan gaan we dat nog doen, een rondje lopen. Ja. Rondje, ja? Oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Nee. Hard. Opschuiven. Opschuiven. Ik slaap graag. Of. Wow. Ik lig op mijn... Nou, is dat wat? Kus is wel goed, hè? Kus is goed, super. Superleuk. Superleuk. Nou. Wow, yeah. Proost. Op deze mooie dag. De liefde. Ja, ja. Anke. Piet. Maat zelf eerder genoeg. Ja, dat is iets wat ik heel lang niet gehad heb, hè. En dat voelt, ja... Ja, alleen is maar alleen. En dat, als je iets met z'n tweeën kunt delen en voelen. Tenminste, dat voelen met z'n tweeën, dat is... Hè? Ja. Ja, dat hè. Oh. Ja. Dat is ook zo kunnen liggen. Ja, 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 ja. Het is gezellig en romantisch. Nee, echt. Ik kan niet anders zeggen. Dat is gewoon... Ik zie Piet ook echt genieten. Hier doen ze ook veel met draaien hier in Duitsland, hè? Ja, ja, dat is, ja, 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 dat is echt... nou ja, Foxtrot of... Kijk, dat is leuk. Gaan wij deze dan? Moet eens kijken hoe makkelijk zij... Ja. Ik denk dat Piet eigenlijk dag en nacht bezig is geweest met zijn bedrijf. Ja, dus heeft denk ik ook wat dat betreft leuke vakanties, een beetje romantiek... Dat moet denk ik ontwaken nog bij hem. En ik voel echt dat hij dat wel heel leuk vindt. Voedsel. Ja, maar dat is heel... Dat doet het voedsel. Dat kan ik niet. Dat... Ja, dat gaan we niet doen. Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Dat is toch leuk? Piet droomde van een einde aan de jaren alleen. Vanmorgen is hij wakker geworden naast Anke. Maar ik heb mijn koffie niet. Ik lag met de rug naar haar toe en dan kijk je om en dan... Hè, dan ligt iemand... Als iemand naast je ligt te slapen, hè. Dat is gewoon... dat kan ik ook van genieten dan, hè. Wat beeld wil je hebben? Ik wil... die. Thank you. Alsjeblieft. Ja, dat is even wennen. Dat is even wennen. Nee, maar dat voelde ook wel weer heel vertrouwd. Ja. Ik bedoel, een lichaamswarmte. Je voelt die warmte van iemand en je gaat er gewoon tegenaan liggen. Ja, zo simpel is het. En dat is gewoon fijn. Tevreden. Tevreden. A little bit of happiness. Glücklich. Kijk, we moeten even kijken, waar zijn we eigenlijk? Herrenhuizerstraße, wacht. Hier zijn we. Die was dat vooral. Dat is de ingang. Anke en Piet bezoeken de 17e eeuwse Herrenhuizerkerken. Die behoren tot de mooiste parken van Europa. Wow. Prachtig, hoor. Echt schitterend. Ja, dat heet ook een soort, barok tuin, hoe noemen ze dat? Dit vind ik niet echt barok. Hè? Nee. Barok is het ook met beelden en zo? Ja, maar ja, barok en barok heb ik veel in, hè. Oké, okay, ja, nou, dat is mijn kunst, mijn kennis van de kunst. De kennis van de kunst, ja. Ja, ja, dit had ik ook voor ogen, hè. Een maatje waar ik dan, hè? Wat ik leuke dingen mee kan doen. Ja, dat voelt tot nu toe nog steeds goed. Hè? Ook vertrouwd. En ja, het loopt. Hè? Hey, lekker mee.
Draai ze om. Ja, ik geniet ervan. Ik geniet ervan. Zo'n grote man naast me. Ja. Het ruikt hier. En hij heeft zo'n klein vrouwtje naast zich. Ja. Wie gaat het nou maken? Ik, hè? Of jij? Nou, doe maar. Ik weet niet of het iets wordt, hè? Kijk, die hebben we, denk ik. Ja. Zo, kijk, hier. Ja. Nou, ja, wacht even, ja, wij hebben hier. Ja, en dan heb je, dat begint hier ergens. Hier. De rode vaart begint hier. Jij hebt dat boekje, hè? Ja. Oké. Okay. De Duitse tortelduifjes gaan een route volgen langs de mooiste plekken van Hannover. Maar we zijn nog niet bij 4, of wel? Nee, hoor. Wij lopen nog naar 4. Wat wordt nummer 4? Georgstraße. En wat is dat te zien? Dat is een straat, denk ik, hè? Ja, maar wat is dat te zien? Flaniermeilen en boulevard. Flaniermeilen en boulevard, daar zijn we nu. Nee, hier staat nog geen nummer, hè? Nee, maar dit is waarschijnlijk die Flaniermeilen. Nee. Ja, ik krijg alleen maar bevestiging van haar, hoe het goed en hoe leuk het werd dat we nu met elkaar hebben. Maar ze geeft ook heel duidelijk aan wat ze niet wil en wat ze wel wil, dat vind ik ook wel prettig. Ze is duidelijk en dat spreekt me dan ook aan. Ja, en dat ze dan zegt van nee, dat wil ik niet of dan gaan we zo doen. Hè. En dan spart ik misschien een beetje tegen, maar dan ga ik het toch wel doen misschien. Hè. Of, oh ja, super! Dank je zeer. Dank je zeer. Hebben we toch graag wel even. Even wachten, tot we de cappuccino hebben. Hè? Nog niet beginnen. Oké. Maar je voelt je wel op gemak, heb ik het idee, hè? Jazeker. Jij kunt dadelijk beoordelen of deze lekkerder is dan die ik gebakken heb. En dan zeg je natuurlijk. Dat die niet deze het op een goede tweede plaats komt. Ja, voor ja. Maar. Nou, kijk eens hier. Wat heb jij nou gekocht? Zeelux met bratkartoffeln. Dat is toch wel niks voor je. Ja, ben je nooit in Rotterdam geweest? In die prachtige koepel met die woningen erin? Waar we dan? Ja, joh. Nooit in Rotterdam geweest. Nee. Jij ontdekt nu pas de wereld. Of niet? Zeg, jij ontdekt nu pas de wereld. Ja. Nou ja, soms denk ik gewoon dat je toch zo weinig weet van het leven om je heen. Nou, ik denk dat hij dat nodig heeft dat iemand, ik wil niet zeggen aan het handje, het is een volwassen man, hè. Maar ook hem de mogelijkheden laat zien die er zijn. Om dat leven te omarmen, om ja, dat. Ik denk dat hij zo iemand wel nodig heeft, ja.